Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie, video nummer 15 alweer. En dit is een boekvideo, dus het is niet mega belangrijk, maar gewoon even wat meer achtergrond speciaal voor jou. Als jij meer wil weten over welke soorten objecten er eigenlijk allemaal in Blender zijn. Je hebt gewoon een standaard mes object, dat zijn objecten waarmee je, nou die je al vaker hebt gezien. De boot, de Sinterklaas, de haaien, weet ik, dat al niet meer. Maar er zijn al heel veel andere objecten die ook hele handige dingen kunnen doen. Dus toch even lekker om te weten, blijf kijken, de objecten in Blender. Tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. En dit zijn ze. En die vind je het. Als je Shift-A indrukt, dan krijg je het Add Menu. En dan vind je mesh, curve, manibal, text, volume, grease, pencil, armetje met botten, empty, Lampencamera camera en force field. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste nog geen eens allemaal. Ja, dit is best een lange lijst. Maar ik ga ze in deze video allemaal even kort bij langs. Want het is wel fijn om te weten wat ze zo'n beetje doen en waarvoor je ze kan gebruiken. Ik heb wat voorbereid hier in. Uh... Blender heb ik uh, de belangrijkste op een rijtje gezet. En dit zijn alle objecten van het shift a ad menu. En uh, beginnen nou we eens even bij Mesh. En dan vind je Plane, Cube, Circle, UV-Sphere, Icosphere, Cylinder, Cone, Torus, Grid en Monkey. En deze vind je allemaal hier op een rijtje. En nou, de eerste is gewoon, uh, snap je wel, dat is uh, de, uh, de, 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 het vlak. Zo, kom ik even uit mijn woorden. En met Tab zie je ook, het is gewoon vier vertices met één vlak. En uh, nou, simpel. En hier heb je de kubus. Die uh, zit uh, standaard al in Blender als je hem opent van 2x2x2 meter. En uh, ja, dit is eigenlijk al genoeg om welk ander object dan ook te maken met edit mode. En dat gaan we in deze deel, ook, uh, deel 2 van de Blender training ook doen. En uh, als jij een filmpje. Wat is het? Nou, ja, je, je hebt het al eerder voorbij zien komen. Bij, uh, de volgende is cirkel. En die bestaat uit een heleboel punten en lijnen. En is niet uh, gevuld met een vlak, maar het kan wel. En dan krijg je dus één vlak die bestaat niet uit vier uh, vertices, maar uit een heleboel. En dat is op zich niet erg, maar het kan wel erg zijn. Nou ja, het is in ieder geval een cirkel. En dan de volgende is een UV-sfeer. En UV is een belangrijk begrip in Blender, maar dat komt later wel. Het heeft ook veel met materialen te maken. En het, ja, uh, de materialen op je 3D-objecten plakken. En uh, een belangrijk eigenschap daarbij is dat het vakjes zijn. En deze, deze, deze... Deze cirkel? Ja, deze cirkel moet ik zeggen. Die bestaat ook uit vakjes. Die ziet allemaal. Als ik in de tab druk op edit mode. Zie je ook allemaal uit vierkantjes. En samen maken ze de bol. Maar het kan ook anders. Het kan ook uit driehoekjes En dan noem je het een Ico -sfeer. En die bestaat niet uit vakjes, maar uit driehoekjes. Dan heb je nog de uh, cilinder. Zoals je ziet. En we hebben nog de kegel. En de donut. Maar die heet in Blender geen Donut. Maar heet een torus. En heb je hier weer een vlak, denk je? Maar nee, dat is eigenlijk een uh, grid. En die is al opgedeeld. Zie je dat? Die bestaat uit 10 bij 10 vakjes, 100 vakjes en een heleboel punten en, en lijnen meer. Dus die is al subdivided, zeg maar. En dan de laatste is Suzanne. En dat is eigenlijk de mascotte van Blender. Een uh, hoofd van een aapje. En die hebben ze gewoon bij de basisvormen erbij ingezet. Want het is gewoon Suzanne. Het is de ja, cultfiguur het icoon, het, uh, het grapje van Blender, zo gezegd. Nou, dit zijn gewoon je meshes. Die bestaan dus, zoals eerder al vaker gezegd, uit puntenlijnen en vlakken. Uit vertices, edges en faces. En deze kun je dus gebruiken om. Om jouw objecten te maken in Blender. Maar wat ik nog even wil laten zien is het volgende. Als ik hier dus mijn muiscursor zet en ik ga naar Shift A en ik ga een mesh bijvoorbeeld ik hier een cirkel. Dan heb ik hier een cirkel, maar hieronder vind je ook het uh, tijdelijk minuutje. En hier kan je dus kiezen hoeveel vertices zo'n cirkel moet bestaan. En 3 is natuurlijk een driehoek. En hoe meer je het doet, hoe uh, ronder die wordt. Maar dan weet je dat is even. Als je dus een object toevoegt, dan heb je onder een tijdelijk menuetje. waarin je dus nog wat eigenschappen van je object kan aanpassen. Klik je weg en ik klik weer terug. en ik hoef ik verplaatsen, dan is dat menu dus weg. Nu heb ik gewoon een tijdelijk move menu. Maar dan kan ik dus niet meer zo makkelijk, heel makkelijk aanvinken van. Oh, je moet zoveel uh, vertices hebben of wat dan ook. Ik haal hem gauw weer eventjes weg. Maar weet dat dat is. En dat zul je ook uh, later nog veel meer voorbij zien komen. Dan gaan we naar de volgende. En dat is dit gekke lijntje daar. En dat is een Bezier-curve. En je hebt een circle-curve, een nerves-nerves-pad. Nou ja, yeah, Bezier. Wat is nou Bezier? Bezier was volgens mij een wiskundige die heel erg lang uh, vroeger geleefd heeft. En hij was eigenlijk een hele slimme wiskundige. Want die heeft ontdekt dat je dingen heel erg mooi vloeiend kan maken met dit soort uh, lijnen en... Hendels en zo. Dus het, ja, het, het zijn twee hier dus zo gezegd. Maar er zit niet een rechte lijn tussen, maar een hele mooie gekromde. En die krommen kan je dus aanpassen met behulp van deze hendels. En ik, ja, wat heb je nou aan zo'n curve? Beter laat ik je het even zien in een ander project. Uh, moet ik even de voorschijn halen? Yes, deze. Namelijk de mega-animatie uh, van uh, de tekening van Chris. Heb ik ook zo'n curve gebruikt voor de touwen van de parachute. En als ik op tab druk, ga ik in edit mode van die BG-curve. En dan kan ik die hier pakken. En dan zie je dus wat er gebeurt. Staat uh, proportional editing nog aan? Ja, kijk, dat willen we niet. Kijk, als ik hier op G druk, dan zie je dus dat ik die heel makkelijk kan verplaatsen. En hier kan ik deze hendel aanpassen. En dat is eigenlijk veel makkelijker dan dat ik dat met een cilinder zou willen doen. Nou, net zag je nog dat het gewoon een, een leeg lijntje was, zeg maar. Leek haast wel een empty object. Maar je kan zo'n budget curve dus ook geometry, zeg maar echte. Uh, uh, mesh data meegeven. Zodat je hem ook terugziet in de render. En dus ook een materiaal kan geven en zo. Nou, komt later al verder. Maar dat kan dus. En je kan hem ook gewoon extruden. En dan zie je dus wat er gebeurt. En dan kun je op die manier dus eigenlijk heel makkelijk touwen. En pijpsystemen maken en uh, wat al niet meer. Goed, terug naar waar waren we gebleven, dat was Budget Curves. Dus. Gaan we door naar deze. En dit is een beetje een rare die ik eigenlijk nooit gebruik. Maar dat is een service, een, een NURBS. Je hebt curves, je hebt er meerdere. En ik heb hier de service. Nou, eigenlijk, als ik op tab druk, dan zie je wat er gebeurt. Er komt er een soort van uh, ja, stellage omheen. En ik kan zo'n punt pakken. En met G kan ik dat verplaatsen. En dan kan ik die uh, service een beetje aanpassen. Ja, misschien leuk voor de motorkap van een auto of zo. Ik gebruik het niet zoveel. Maar ja, het worden we wel thuis in het lijstje. Dit is ook een grappige. Dit is een Metabol. Je hebt een Bol, Capsule, Plane, Ellipsoid, Cube. Nou, en wat is nou de eigenschap van een Metabol? Vooral als ik hem dupliceer, zie je dat. Ik heb nu met Shift D kun je dat dupliceren. Je ziet als er twee bij elkaar in de buurt komen, dan bloppen ze een beetje naar elkaar toe. Ja, dat kan verschillende doeleinden hebben voor het maken van blobs of. Ja, nou ja. En uh, Die heeft een bepaalde influence, zeg maar, van hoe dichtbij moeten ze komen om naar elkaar toe te bloppen. Maar dit is in ieder geval een metabol. Uh, tekst heb je ook al voorbij zien komen? Ik heb het er nog niet over gehad. Maar je hebt wel voorbij zien komen. In met name de edit video. filmpjes. Want dan uh, had ik wat extra tekst erbij gezet in het die Dus je kon zien wat er moest gebeuren. Maar als je op tab drukt, dan zie je geen punten,lijnen en vlakken. Maar je ziet gewoon een cursor. En dan kan je dus uh, typen. En uiteraard. Kun je daar van alles en nog wat aanpassen hier in de properties panel. Want hier zie je een aatje staan. En hier vind je dan alle eigenschappen van die tekst. En meer over tekst in een andere video, lijkt me. Maar hier kun je dus een lettertype openen en een lettertype geven. En wat ik nog wel even laten zien. Bij Geometry kan je hem ook extruden. En dan geef je hem dus ook daadwerkelijk wat eh, dikte mee. En deze rand is nog heel erg eh, 90 graden en erg hard. Dus je kan hem ook een bevel meegeven. En dan wordt hij wat, wat ronder met een bepaalde resolutie. En dan kun je op die manier tekst maken en gebruiken. En ook animeren is allemaal mogelijk. En nog even over het omzetten van het ene object in het andere. Er, daar zijn heel veel verschillende mogelijkheden voor. En de tekst is denk ik wel het beste voorbeeld. Want het volgende, kijk, als ik tekst heb en ik druk op tab, dan kan je dus uh, gewoon de tekst veranderen, dat heb ik net laten zien. Maar wat je ook kan doen, is je kan op rechte muis drukken en dan zeg je convert to en dan kan ik naar curve, een mesh of een grease pencil. En als ik hem naar een mesh doe, dan lijkt hij niet zoveel veranderd te zijn. Maar als ik op tab druk, dan zit ik in edit mode en dan zie je dus dat het geen, uh, ja het is nog steeds tekst, maar die tekst is omgezet in punten, lijnen en vlakken. Nou. Er, wat je misschien ook opvalt, is dat dit zijn nog: als ik op 3 druk, dan zet ik in face select Dit zijn nog netjes vierkantjes, zeg maar quads. Maar deze dingen zijn echt verschrikkelijk. Het zijn allemaal tries, Dus die bestaan uit hele uitgerekte driehoeken. Oftewel, de geometry, zeg maar de plaatsing van die puntlijnen en vlakken, is echt verschrikkelijk. Dus ja, het is een mesh. Hij heeft het omgezet naar een mesh. Maar de manier erop is niet zo handig. Nou, er zijn wel manieren. Om dat te fixen. Maar je kan het dus uh, omzetten van de een naar de andere. In dit geval tekst naar mesh. Wil je dan weer uh, terug? Convert to text. Dat kan niet meer. Dus ja, jammer de bammer. Je hebt het één keer gedaan. En het is wat het is. Je kan nu niet meer de letters veranderen. Het is nu een mesh. Maar als het een mesh is, heeft het wel heel grote voordelen. Want dan kan je dus bijvoorbeeld... Uh, een rigid body animatie geven. Je kan het laten, dus laten stuiteren. Je kan allerlei andere dingen mee doen. Maar uh, het kan dus. Je kan dus objecten omzetten van de een naar de ander. Maar heel vaak niet meer terug. En er zitten voor- en nadelen aan. Je denkt, nou, uh, welke dan? Nou, dat komt allemaal wel als je bezig gaat met het maken van jouw objecten. Dan komen we hier bij een. Uh, ja, weer Suzanne. Het aapje. Maar een heel ander aapje als het mesh Suzanne-aapje. Dit is namelijk een grease. Pencil. Want je kan namelijk tekenen in 2D in Blender en dat heb ik al eens uh, gedaan. Ik heb hier een paard getekend. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb me gewoon overgetrokken hoor van een achtergrondplaatje. Zo goed te tekenen ben ik ook weer niet. Maar je ziet wat het is. Het is gewoon een plat uh, iets eigenlijk. Dus het heeft geen geometry, geen diepte. Maar je kan wel heel erg tof tekenen in Blender met brushes. En je kan er met een build modifier. Nou dan registreert hij eigenlijk wat je hebt getekend en dan bouwt hij dat zo op. En op die manier kun je tekeningen maken, tekenfilms maken moet ik zeggen, in Blender. Dus je kan plat tekenen, maar wel in een 3D wereld en dat heeft allemaal handige voordelen. En Grease Pencil, dames en heren, is echt een hele wereld apart. Maar allemaal in hetzelfde toffe programma wat Blender is. En uh, ik, ja, ik vind het super vet, ik moet me eigenlijk nog eens verder in verdiepen. Maar uh, het kan, Grease Pencil. Uh, object in Blender. Ga door naar weer de volgende, en dat is dit. Wat is dat? Dit is een bot. Want wil jij uh, je poppetjes, je objecten en wat dan ook echt goed riggen om later te kunnen bewegen of animeren, dan moet je dat riggen met behulp van een botten heb ik, laat ik het ook zien. En uh, het is een voorbeeld uit de knak animatie. Want die heb ik gemaakt. Link in de beschrijving onderin de video als je die wil bekijken. Maar het gaat over uh, robotjes met uh, vier poten. En die lopen zo la 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 la. Zo her en der. En er valt een kubus en brokjes uit. Nou om dat te kunnen laten bewegen. Uh, heb je botten nodig. En letterlijk botten. En die botten zijn onderdeel van een skelet. Nou, lang verhaal kort, hier zie je dus zo'n lijntje en dat is zo'n bot. Maar dan denk je, hé, hey, maar die ziet er toch anders uit als net. Dat klopt, want ik kan hem ook op andere viewport zetten of andere manier om zo'n bot te weer te geven. En dan zie je dus deze. En die botten, die beweeg je. En die botten bewegen weer je object. En op die manier kun je dat dus gebruiken. Nou, zodra ik deze uh, Blender training van Breng je tekening tot leven in Blender af heb, ga ik aan de slag. En dan ga ik jou uitleggen hoe jij aan de slag kan met botten. En op die manier nog professioneler animaties maken. En riggen en super vet. En trouwens, dit hier is ook zo'n Bezier-curve. En zo'n Bezier-curve, die zagen we eerder, kun je dus ook gebruiken om je uh, poppetjes overheen te laten lopen. Die volgen dat pad. Dus. Hé, hey, BG kwam ook weer terug. Maar dat is over botten. Ja, het is echt veel te weinig. Later nog veel meer erover uh, in de volgende training. Maar uh, door naar het volgende. En dat is een empty object. En uh, we hebben eerder al een empty object gebruikt. En dat is jouw tekening die nu in het Blender bestand, uh, Blender modellen staat. Je, nou, in de vorige video heb je die al gezien. Maar je hebt ook deze. Dat is gewoon een... Echt heel empty, het is gewoon een kruis eigenlijk en die kan je gebruiken voor allerlei dingen, want je kan er ook dingen aan koppelen. Kijk, als ik die en dan heb ik ook even de tekst geselecteerd, dan doe ik ctrl p en dan neem je parenting en keep transform en dan kan ik empty object pakken en dan kan ik, oh, ha, 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 ha. andersom, wacht even hoor, gewoon lekker slim Bart, de tekst. En dan selecteer ik het empty object en dan ctrl-p en dan keep transform. En als ik dan het uh, empty object oppak, dan zal de tekst ook meegaan en uh, draaien en uh, schalen. En dan kun je eigenlijk meerdere dingen aan zo'n empty object plakken en dan gaat dat mee. En ik pak toch nog eventjes de, deze erbij. Want hier heb ik ook bijvoorbeeld een empty. Ik pak ik even de rendered view. Uh, uh, uh. Yes, dan pak ik hier even deze. Oh, ik zit nog in edit mode. Haha, lol. Kijk, ik heb ook een edit mode. Nee, goh, jonge Jongen, jongen. Sorry hoor. Een empty object. En die zit vast aan de wolk. En als ik hier deze beweeg, dan gaat de wolk mee. Want die wolk, die bestaat uit meerdere onderdelen. En die wolk is trouwens een volumetric object. Dus die heeft niet een harde buitenkant, maar is een beetje... Doorzichtig, maar niet zo doorzichtig, zoals glas zou zijn. Nou, zoals rook is, zoals wolk is. En uh, het ziet er best realistisch uit. Daarover meer uh, in een latere uh, film. Maar dat is niet één wolk, die bestaat uit uh, meerdere objecten. Dat zie je ook hier terug in de scènecollectie. Uh, heb ik uh, scènecollectie lucht? En hier wolk met bliksem, die bestaat uit allerlei onderdelen. En die wil ik niet allemaal apart verplaatsen. Dus die heb ik allemaal vastgemaakt aan zo'n empty object. En dan kan ik dat makkelijk verplaatsen. Nou, zo'n empty object heeft ook nogal weer andere handige functies. Maar die komen vanzelf wel voorbij. Door naar de volgende: en dat is Shift A Add. En dan kom ik bij lichten. Een punt, een zon, een spot en een area. Dat zijn de vier soorten lichten die je kan maken in Blender. Nou, je kan ook materialen maken die licht uitzenden. Daarover later meer. Maar eerst uh, ja, lichten. Die schijnen dus licht in de wereld. En een area, zeg maar, een gebied, zeg maar, die uh, een licht uitzendt. Een spot is meer echt gericht, zoals een theaterspot die een mooi rondje werpt. Een puntlicht werpt licht in alle kanten. En de zon. Uh, oh, dit, dit was een puntlicht. Moet ik goed zeggen. Dit is puntlicht die licht in alle kanten werpt. En de zonlicht. Uh, is heel grappig. Die maakt niet uit waar die staat. Maar de hoek waarin de zon schijnt maakt wel uit. Net als een echte zon. Dan hebben we nog de camera. Die heb je ook al voorbij zien komen. Maar uh, ja, zo ziet hij eruit. De camera. En de, de schaal van de camera maakt geen beat uit. Maar natuurlijk wel waar die staat. Hoe die is gedraaid. En wat animeer. En de camera is eigenlijk heel belangrijk, want daarmee vertel je tegen Blender welk stukje van die mega grote 360 graden 3D wereld moet er um, gebruikt worden in mijn animatie. Je kan hem ergens neerzetten. En als je dan weet je wel op 0 drukt, dan kun je dus zien wat de camera ziet. Dan als laatste is uh, force field. En dat zijn allemaal krachten. Borsche. En die kun je gebruiken om dingen naar elkaar toe te trekken. Of juist te laten afstoten. En wat dan niet meer. En ik heb hier een wind gezet. En het is letterlijk wat het is. Deze blaast wind in je blender scène. En dat heb ik ook gebruikt voor uh, de animatie. En even kijken of ik die uh, zichtbaar kan. Moet ik even zoeken. Wind ik heb zoveel dingen. Kijk, hier kan je dus ook zoeken in de outline. Vet handig. En die maak ik even actief en zichtbaar. Waar is mijn wind? Daar! Daar is mijn wind. Oh, de wolk zit in de weg. <laughs> Kijk, deze. Oh, ik kan niet selecteren. Nu kan ik hem ook selecteren. En dan moet ik daar klikken en nu kan ik hem selecteren. Yes! Kijk, nu, dit hier is dus die wind. En die blaast tegen deze vlaggetjes aan. En daardoor. Wapperen de vlaggetjes. Want Anders zou ze maar een beetje stil hangen. Maar deze wind die blaast tegen vlaggetjes aan en die vlaggetjes zijn van een stoffen materiaal gemaakt en die hebben dus een stofanimatie en Blender kan dan berekenen hoe ze zouden bewegen als ze van stof zijn en als ze van meerdere kanten dus wind opwaait en daarmee maak je wapperende vlaggetjes. Kijk vooral de video over vlaggetjes maken, want daarin komt allemaal weer voorbij. Alright, volgens mij hebben we ze nu allemaal. Ik doe ik Shift A, yes. Nou, ik heb ze niet allemaal verteld en ook allemaal eh, absoluut niet in detail, maar dan weet je een beetje welke blender objecten er zijn die jij gaat en kan gebruiken. Nou, in deze training gaan we vooral bezig met de mesjes. We gaan objecten maken. Eh, BG Curve komt nog wel eventjes voorbij en Empty Object, Camera, Lampen en de Wind. En al die gekke dingen als NURBS en Metaballs en Grease Pencil doen we nog niet. Tekst misschien een beetje. En botten dus in de volgende training die ik hierna ga maken. Alright, genoeg over je objecten. Tijd voor de volgende hele belangrijke serie video's. We beginnen met 15, want we gaan het hebben over Edit Mode. En Edit Mode heb jij nodig om eindelijk je eigen objecten te gaan maken. Ik zie je daar. Maak iets.